Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. En vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe GTA Online video. En in de video van vandaag laat ik jullie zien hoe ik dus zo snel ben geleveld in GTA Online. Want heel veel van jullie vragen zich af hoe het kan zijn dat ik al level 70 ben in GTA Online. En heel veel mensen denken dus aan cheats of hacks of zo. En dat heb ik dus nooit gedaan. En ik vertel iedereen dat ik dat heb gehaald met races. Alleen nog steeds geloven mensen niet dat dat dus gekomen is door races. En ik laat jullie in deze video dus zien hoe dat precies is in werking is gegaan. Want het werkt gewoon met races, alleen um, het gaat een beetje om bepaalde instellingen die je moet veranderen. Of ja, niet echt veel instellingen, volgens mij gaat het echt uh, per se om eentje. Maar uh, ik heb een paar dingen veranderd, want dat vind ik persoonlijk handiger. Maar in ieder geval, uh, we zitten nu dus in een free room session, een invite only session. En dan gaan we volgens naar start. Dan gaan we naar online. En dan gaan we naar jobs. We gaan een job hosten, dus dan gaan we naar uh, host job. Nou, als we dat doen, dan gaan we volgens naar Rockstar Created. Dan gaan we naar Races, en dan zien we volgens Criminal Records daar. Nou, we doen deze race, en de reden daarvan is, is dat deze race enorm kort is. En uh, dat dit een, uh, een street race is. Je kunt deze dus met auto's rijden, dat is ook heel erg belangrijk. En dan, uh, dan doen we deze. Dan gaan we naar die uh, lobby toe. En uh, ik zal erbij zeggen: deze race moet je minimaal met twee man doen. Je kunt het wel met random mensen doen, maar het makkelijkste is dan om dit met twee man te doen. Want uh, anders gaan andere mensen allemaal liggen beuken. En het belangrijkste is dat je eigen tijden gaat verbreken. In ieder geval, als we deze lobby komen, dan uh, veranderen alle, aan of, uh, <laughs> alle instellingen. Dat hebben we nou dus gedaan. Ik zal even alles uh, nalopen. Dus Race Type Standard. Volgens Number of Laps. Die moet op 3 staan. Je kunt hem op 5 zetten, heeft geen zin. Want het, heeft, um, ja, het werkt maar voor 3 races. Of voor 3 laps. Uh, minder heeft ook geen zin, want je moet je eigen tijden verbreken. Laat ik jullie zo meteen eens zien. Class op super gaat, sne uh, ja, gaat gewoon snelste. Uh, time of day en weather man niet uit. Traffic uh, One level custom uh, vehicles moet allemaal gewoon op on staan. Uh, catch up, of en het belangrijkste van alles is split time Split time moet op personal staan en Dat betekent dat je je eigen persoonlijke tijd iedere ronde gaat verbreken Nou, nou laat ik jullie even een race zien uh, die ik had gereden En um, dan zie je gelijk hoe het eigenlijk uh, in zijn werking gaat Want het enige wat je moet doen is je rijdt gewoon die, uh, die lap En je probeert de volgende lap je vorige tijd te verbreken En als je dat doet krijg je enorm veel xp En de grap is je krijgt een percentage Dus laten we zeggen dat je 10% krijgt het is volgens mij niet precies 10%, maar stel het is 10%, dan krijg je op level 20 nog net zoveel XP dan op level 40, want het is nog steeds 10%. Het is wel 10% van meer, maar daardoor level je dus gewoon enorm snel. En volgens mij wordt dat bij level 60 minder, maar uh, laten we zeggen dat je tot level 60 gewoon enorm snel levelt. En uh, het is deze race, en uh, mijn vriend zat niet op te letten, dus die liep al gelijk een stuk achter. Maar um, ja, dat was eigenlijk niet bewust, maar hij zat gewoon niet op te letten, want we deden het al heel tijd aan een stuk. Constant winnen we om te beurt dan wanneer ik dan weer naar. Maar als je nou al ziet, dat balkje loopt enorm vervol. En het is maar één lap. Ik doe net één rondje rijden. En ik heb al enorm veel XP. En um, dan probeer ik de tweede lap gewoon nog een keer die tijd te verbreken. Krijg ik weer zoveel XP. En dat maakt in principe niet uit wie er wint of wie er verliest. Want dat XP is zo weinig. Dat is geen percentage, dat is gewoon een X-bedrag. Dat heeft helemaal geen zin. Dus het is niet zo van uh, je gaat boosten Want je laat iemand anders winnen. Dat is niet het geval. Wij regen gewoon die lap. En uh, we hadden regen van we gaan niet op elkaar beuken. Want dan, ja, dan na je elkaar. Maar uh, we gaan gewoon proberen clean te racen. En uh, ja, het gaat alleen maar om die laptijden. Dus je hebt eigenlijk niks met die andere persoon te maken. Je probeert gewoon je eigen tijd te verbreken. En daardoor krijg je enorm veel XP. En zo uh, maak je ook op zich best veel geld. Je krijgt er niet gek veel geld voor. Volgens mij 3000. Maar je hebt deze race binnen anderhalf minuut al gereden. Dus dat moet je ook nagaan. En uh, misschien kun je de laps minder zetten. Dat je dan echt geld gaat boosten. Maar volgens mij krijg je zo weinig geld voor. En volgens mij dan zelfs nog minder. Dus dat heeft geen zin. Maar als je nou al hebt gekeken. Ik weet niet hoeveel uh, uh, geld ik, of nee geld, hoeveel uh, uh, XP ik in totaal precies moet halen voor, uh, voor level up. Maar dat is volgens mij bijna 800.000 of zo. Nou, je zag dat balletje enorm ver vollopen. Hier, ik heb zelfs de tijd uh, 1.15 voor 3 laps. Dus je hebt het enorm snel gedaan. En 3700. Uh, ja, het is op zich een mooi bedrag. En ja, uh, dit is gewoon bijna niks. Maar het gaat dus om je eigen laptijden verbeteren. En als je dat doet, krijg je gewoon enorm veel XP. En dat is de manier hoe ik dus level 70 ben gekomen En uh, maat level 78. Dus uh, ik wil jullie dit even gewoon uh, laten zien, zodat jullie weten dat het niks met hacks of cheats te maken heeft. Voor dit is gewoon een manier om snel te levelen. En uh, ondertussen haal je ook gewoon op zich redelijk snel uh, veel geld. Je ja, haalt wel gewoon een ton of zo. Ik weet niet um, hoe lang. Maar bijvoorbeeld in een uur heb je sowieso wel een ton of zo. Als je gewoon ongeveer uh, aan elkaar gewaagd bent, dus on ongeveer om en om wint. Dan krijg je wel een ton per uur. En dat is op zich, op zich toch best netjes. Je kunt natuurlijk die missies en zo wel doen. Maar het level heeft geen zin met die missies. Daar raad ik jullie toch aan met races. En dit is de beste race om dat te doen. In ieder geval, ik hoop dat jullie het, uh, het leuk vonden. Ik hoop dat jullie er iets uh, van geleerd hebben. Ik hoop ook dat jullie nou weten dat ik dus niet cheat of glitch of iets in die richting. Het is gewoon een normale race. Alleen uh, ja, probeer gewoon constant mijn eigen tijd te verbeteren. En als je dat doet, krijg je gewoon enorm veel XP. En uh, ja. Chill. <laughs> dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Chill. En uh, ja, voor de rest in principe levelen. Ja, het is zo, je hebt geld nodig en je moet een level zijn. Want uh, je kunt wel veel geld hebben, maar als je een laag level bent, heb je er nog niks aan. Want heel veel mensen doen voor de money glitch. Maar als je dan nog steeds level 20 bent, kun je nog niks met dat geld. Want je moet gewoon bepaalde levels zijn om dingen te kopen. Dus uh, ik raad jullie gewoon aan om uh, of gewoon missies te spelen, heel veel. Of rij je nu dan gewoon een paar keer deze race. En uh, dan level je ook lekker snel. In ieder geval, uh, ik spreek jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. En uh, mocht je deze video handig vonden, mocht je er iets aan hebben gehad, alsjeblieft like deze video. Ik zou het enorm waarderen als jullie dit voorbeeld gaan doen, dat deze video wel iets van 500 likes krijgt. Want uh, jullie hebben er dan gewoon profijt van. Dus dan zou ik dat uh, enorm graag terugzien. In ieder geval, ik spreek jullie volgende keer weer en uh, tot dan. Houd